Hey, wat superleuk dat je kijkt. Vandaag ga ik empanadas maken en niet zomaar empanadas. Ik ga empanadas maken uit de airfryer en jij kan vandaag een Inventum airfryer winnen. Voor jou of je moeder, want het is namelijk 12 mei moederdag. Laat hieronder eventjes weten wat jij zou maken in de airfryer. En wie weet win je hem dan voor jezelf of voor je moeder natuurlijk. We gaan beginnen met de vulling maken. Ik heb mijn pan alvast op het vuur staan. En dan heb ik hier chorizo. Die doe ik erin. En ik hoef geen vet te gebruiken, want er zit al vet in de chorizo. Dus daar doe ik dan mijn knoflookthee bij. Dus dan doen we een uitje erbij en wat knoflook. En dan heb ik hier nog een paprika. Die heb ik lekker fijn gesneden en kan die goed opgaan in de vulling. Zo. En empanadas zijn dus soort pastijtjes eigenlijk. En het gerecht komt uit Zuid-Amerika. En het heeft eigenlijk heel veel verschillende vullingen. Het wordt heel vaak gemaakt met gehakt. Maar vandaag maak ik het dus met chorizo. Het is weer eens wat anders. En dit ruikt meteen echt wel zo lekker. Dan heb ik hier nog wat platte peterselie. Die heb ik eventjes fijn gesneden. Die doen we er ook bij. Zo. En nou is chorizo best wel zout van zichzelf. Dus we gaan niet te veel zout toevoegen. We gaan namelijk ook nog wat parmezaanse kaas toevoegen. Daar zit ook heel veel zout in. Die geeft ook die lekkere, ziltige umami smaak. Maar we voegen wel een klein beetje peper toe. Heeft hij ook een beetje dat pitje. Dan zetten we het vuur uit. En dan gaan we de parmezaanse kaas doorheen mengen. Wordt de vulling lekker smeuig. En een leuke tip, als je nou geen zin hebt in empanadas, dan is dit ook echt smullen met bijvoorbeeld risotto of pasta. Het is echt een topcombinatie dit. Dan heb ik hier een eitje, die ga ik even breken. En eventjes splitsen, want ik gebruik alleen het eigeel. Beetje losroeren. En dan hebben we hier gewoon bladerdeegplakjes uit de vriezer. Die gaan we even uitsteken. Als je nou geen uitsteker hebt, kan je ook een mesje en bijvoorbeeld een groot glas gebruiken of een grote mok. Het bladerdeeg kan je bewaren, want daar kan je bijvoorbeeld nog kaasvlinders van maken of andere lekkere dingen. En dan gebruiken we ongeveer een eetlepel van het mengsel als vulling. Die vouwen we dan dicht. En we drukken hem nog even extra dicht met een vork. Het fijne van een airfryer is ook dat je hem niet hoeft voor te verwarmen. En je hebt geen vieze luchtjes in huis. Je gebruikt minder olie bij het bakken. Het is echt top om dit soort gerechten in te maken. En empanadas worden namelijk ook wel eens gefrituurd. Het is natuurlijk super lekker, maar het is niet heel gezond. Nou, dan heb ik hier dus mijn losgelopte eigeel. Daar smeer ik ze eventjes mee in. Dan gaan ze lekker van glimmen. En dan wat gedroogde oregano. Daar maak ik ze helemaal mee af. Nou, dan heb ik hier dus de airfryer. Ik ga hem eventjes aanzetten. Ik zet eerst de temperatuur aan. Ik zet hem op 180 graden. En ze moeten er ongeveer 10 minuutjes in. En dan ga ik de empanadas erin leggen. En dan gaat die aan. Nog 1 minuut. Ze zijn klaar. Ruikt zo goed en zien er echt heel goed uit. Ik ga nog eventjes verder met empanadas bakken. En laat hieronder zeker even weten wat jij zou maken in deze airfryer. En wie weet win je hem wel voor jou of je moeder. Zo snel kan het dus gaan. Ik heb gewoon in 10 minuten deze super lekkere empanadas gemaakt. Het recept komt uiteraard bovenaan te staan. En ik zie jullie snel weer. Tot snel.